Hoi, ik ga even laten zien wat er in het tiende vakje zit van de adventkalender. In het tiende vakje zitten deze stansjes met sterretjes. En jullie krijgen van mij vandaag weer een opdracht. Die ga je uitstansen uit wit karton. En dan leg je ze allemaal in elkaar. Want je kan hem natuurlijk zo uitstansen dat je een grote ster krijgt. Maar je kunt ook die kleine sterretjes erin leggen. Zo, en die er nog in. En dan moet je even netjes verdelen dat ze even ver allemaal van het randje af, dat die randjes ertussen allemaal ongeveer even groot zijn. En dan zet je hem vast met een tapeje. En dan haal je dit door de stansmachine. En dan krijg je, ik had hem al even voorbereid, dan krijg je dus sterretjes met zo'n randje, zeg maar. Als je ze dus niet in elkaar legt, dan krijg je dus zo'n hele grote ster. Of zo'n ster. Maar dit hebben we dus zo in elkaar gelegd. Dus dan krijg je die randjes. Dus dat mag je voorbereiden voor de live van vrijdag. En deze sterretjes heb ik ook nog gebruikt om de kaarten te versieren die we al eerder gemaakt hebben. Op deze ga ik een sterretje plakken. Hij is ook leuk met rood. Dus je kan kiezen of je er wit of rood op doet. Ik had de kaarten natuurlijk dubbel. Dus ik heb hem ook hier liggen in het rood. Maar die kan ik nog niet laten zien, want dan verklap ik al iets. Dus, en ik heb hier op dit sterretje heb ik stipjes getekend. Ik teken een groter stipje en twee kleintjes. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Dus zo heb ik deze versierd. Kan dus ook met rood. En dan heb ik nog... deze kaart, daar ga ik ook zo'n sterretje op plakken. In dit geval een witte. Ik heb hier twee bomen op de kaart zitten. Als je hem nou met één boom hebt gedaan, zou je ook een sterretje meer kunnen doen. Dat zal ik zo even laten zien met de andere kaart die ik voorbereid heb. Hier heb ik ook weer stipjes in getekend. En dit is het kaartje waar één boompje op zit. En daar heb ik dus twee sterretjes op geplakt. Dat kan ook. En bij dit kaartje heb ik ook sterretjes geplakt. Ik doe een rode op dat labeltje. En hier nog een paar blauwe. Zo, en hier nog eentje. Zo, en daar ga ik met wit stipjes op tekenen. Groter stipje en twee wat kleinere stipjes. En dat doe ik bij alle sterretjes. Ik wil een leuk accentje. Zo, dat is die. En dan hadden we natuurlijk nog een kaart. En daar ga ik ook sterretjes bij plakken. In dit geval rode. Maar ik denk dat deze ook leuk is met witte sterretjes. Dus als je het te rood vindt, dan kan het ook met wit. Zo, die erop. En daar heb ik ook witte stipjes op getekend. Zo. De kaarten met de elanden of met de rendieren, die zijn nog niet klaar, want er komt nog een neusje op. Maar deze met de sneeuwpoppen, die zijn nu wel klaar. Dus mocht je kerstkaarten willen gaan versturen, hier gaan we verder niks meer aan doen. Die kunnen verstuurd worden. En deze krijgen dus nog een neusje.
Nou, dit was hem voor nu. Vanavond of morgenochtend ben ik live met vakje nummer 11. En wie weet tot dan. Doeg!